Realm. Wij hebben als doel om de molen in stand te houden zoals die als beroepsmolen is gestopt. Jan, we staan hier in het hart van de molen. Wat is dit? Nou, jullie zijn binnengekomen door de inrijpoort. En vroeger jaren, en oudere mensen zullen zich dat herinneren, werd graan getransporteerd door boeren. Die kwamen dat brengen om op de molen gemalen te worden. Kwamen door deze poort naar binnen. En dan is hier boven ons het luik waar langs het graan naar boven gebracht werd. Met een hijswerktuig, het luiwerk noemen we dat. Om het bij de stenen te brengen, te kunnen malen. En het kwam langs dezelfde route weer terug op de kar. Het paard was intussen gekeerd en dan hup naar buiten, terug naar de boerderij. Of naar de bakker. Ja, ik begrijp, je zegt het luiwerk, die klinkt mij lekker in de oren. Ja, nou dat is het ook, want het is een uitvinding die ooit is gedaan door het draaien van een as boven, terwijl je maalt, te gebruiken om zakken naar boven te hijsen. En dat betekende dat je op dat moment niet meer de zakken op de nek hoefde te sjouwen en op een simpele manier daarboven kon krijgen. En dan is er toch enig verband tussen maal, luiwerk en niet hoeven werken. Eduard, we zijn hier op een verdieping hoger gekomen. Waar zijn we nu? We zijn hier op de maalroller. Hier komt het meel naar beneden, waar hierboven bij de stenen gemalen wordt. En wat is dit voor een bak dan? Nou, hier stond de molenaar de stenen te bedienen door middel van deze touwen die je hier ziet. Dus in deze tijd waar alles met ledjes en elektronica gaat, is heel mooi dat we vroeger alles gewoon met touwtjes ging horen. Dus, maar wat doe je met die touwen eigenlijk? De stenen op elkaar en verder van elkaar. Dus naarmate dat er meer wind is, kunnen de stenen op elkaar. En naarmate het minder gaat waaien, moet de molenaar hier de stenen weer verder van elkaar zetten. Want die heeft dan minder vermogen om te malen. Dus dan verandert de kwaliteit van het meel. En als die stenen vast op elkaar liggen, wat voor soort meel krijg je dan? Nou, als we de molen de juiste toeren al maken, krijgen we precies het meel waar de bakker graag heeft om lekker molenbrood van te bakken. Maar jullie malen dus voor de bakker in Goorlen? Wij malen voor een paar bakkers in Goorlen en dat doen we al jaren. En we hebben natuurlijk ook afzet nodig, want anders staan we hier te malen. En we moeten de meel ook kwijt op een goede manier. Maar ik heb ook begrepen dat als jullie malen voor niks, dan weet ik dat ook niet. Dan heet het voor de prins malen, geloof ik. Dus niet voor de prins draaien. Ja, als we voor de prins draaien, dan draait de molen wel rond, maar de stenen niet. Dus hetzelfde als voor de prins stoken, dan staat de kachel aan, maar de deur open. Nou, begrijp ik dat jullie molen dus van buiten moet kunnen bedienen. En dat kan ook, hè? Ja, het is mogelijk om de molen vanaf de belt te bedienen voor het draaiend gedeelte buiten. En wat je net hebt gezien, voor het malen binnen. Kan allemaal vanaf deze verdieping, vanaf deze vloer, vanaf deze belt. Wil je even aan de rem trekken? Ja, je zegt rem. Wij noemen hem vang. Daarmee vangen we inderdaad het zieke kruis stil. Ga ik doen. Frans, dit is eigenlijk de motor van de molen, zou je kunnen zeggen. We staan nu bij de wieken, hè? Ja, klopt. Bij het wiekenkruis. Ik ben bezig met het voorleggen van de zeilen. Drie zitten er op dit moment op. Dit is de laatste. Nou, aan het weer kun je zien dat we weinig wind hebben. Het is mistig. Dan is het dus zaak om te beginnen met vier volle zeilen. Om zoveel mogelijk vermogen te kunnen hebben om te kunnen draaien. Waarbij het zelfs nu nog twijfelachtig is of we kunnen draaien om te malen. Wel voor de prins in elk geval. Ja, ik begrijp dus wel dat je eigenlijk echt wel goede kijk moet hebben op het weer, hè? U bent dus de molenaar in het zuiden van het land. Klopt. En u weet alles van het weer? Nou, alles voldoende om veilig met de molen om te kunnen gaan in elk geval. We gaan even de zeilen opleggen. Ja, doen we. We staan hier op een berg. Het is een bergmolen, hè? Maar je noemde het anders eerst een keer. Beltkorenmolen. In het Brabantse was voldoende zand aanwezig. De molen moet zo hoog mogelijk staan om voldoende wind te kunnen vangen. Zand is gratis ter beschikking. Dus wat was er nog eenvoudiger om een gemetselde romp neer te zetten op een belt van zand? Weet je iets van de geschiedenis van deze molen? Ja,
Ik heb me er uiteraard in verdiept toen ik bij deze groep terecht ben gekomen. De molen is ruim 100 jaar oud. Hij is in de jaren 30 een keer afgebrand geweest, toen weer opgebouwd. En in het midden van de jaren 50 is hij gestopt met de ambachtelijk draaien. Nu heeft Goorle twee molens. Die andere molen in Goorle, is dat ook een beltmolen? Ja, klopt. Dat is ook een beltkorenmolen. Het is praktisch dezelfde als deze. Het is iets ouder en die heeft één maalstoel erin staan. Hier staan twee maalstoelen in. Dan hebben we het al gehad over de wind. En die molen moet natuurlijk precies op de wind staan. Hè? Hoe werkt dat nou? Ja, inderdaad goed gezegd. Moet precies op de wind staan om de optimale windvang te hebben. Kunnen we doen met de staart, de andere kant van de molen waar we nu staan. Die is daarmee mooi in evenwicht. Het gewicht van de staart is ongeveer hetzelfde als het gewicht van het gevlucht. En we staan hier bij de onderkant van de staart, zijnde het kruiwerk. En daarmee kunnen we de kap van de molen, of de molen zoals die dan totaal genoemd wordt, op de wind zetten, op de wind kruien met dit kruiwerk. Dus je wilt zeggen dat de bovenkant van de molen helemaal draaibaar is en uiteindelijk eigenlijk los staat van de molen? Klopt, heel goed. De kap van de molen ligt los met een rollenwerk bovenop de rand van het metselwerk. En die wordt in evenwicht gehouden door het feit dat de staart en het gevlucht ongeveer hetzelfde gewicht hebben. Ik wist niet, Kees, dat een molen zoveel verdiepingen had. We zitten nu al op de derde verdieping. Hè? Wat is dit? Dit is de steenzolder. Want hier ligt een koppel stenen waar het graan mee gemalen wordt. We doen het, als we het graan omhoog gehezen hebben, zoals we dat gezien hebben, dan komt hier de zak met graan. Gaat in deze grote bak het kaar. En dan gaat het via het schoentje. En dat is een soort schuddenbak waarmee het graan tussen de steen komt. En daar wordt het dus gemalen. Maar laten we even wel wezen. Jullie gaan hier wel met eten om, dus het moet wel hartstikke zuiver zijn. Ja, uiteraard. We gaan hier zeker met eten om, maar daarom moeten we ook goed in de gaten houden dat we volgens de hygiënische regels te werk gaan. Ja. Nou, hier kan je dus heel duidelijk zien dat we dus eigenlijk voor de prins aan het draaien zijn. Hè? Ja, dat kun je heel goed zien, want dit staakijzer staat nu uit zijn werk en daarom draai je de stenen niet. Nou is dit werk is helemaal van hout, die tanden ook en zo. Moet je daar nou flink wat olie tussen doen? Nee, daar moet je geen olie tussen doen. De kammen van het wiel die moet je smeren met was, met bijenwas. En hoe dikwijls doe je dat nou? Dat doe je een paar keer per jaar. Maar als er nou zo'n kam, heet zo'n ding, als er zo'n kam nou kapot gaat, kan je die dan als molenaar zelf vervangen? Ja, die kun je dan vervangen, ja. Wat voor soort hout is het? De tanden van dat wiel die zijn van azijnhout en die grijpen in dit wiel en die zijn gemaakt van palmhout. Dat is heel hard hout. En dat azijnhout is zachter? Ja. Waarom is dat nou? Nou, er moeten twee verschillende houtsoorten zijn, anders vreet dat op elkaar in. Kees, ze zijn nu op de luizolder, hè? Dat is vanwege het luiwerk? Ja, dat is vanwege het luiwerk. Met het luiwerk worden de zakken omhoog gehezen. De graanzak omhoog gehezen en de meelzakken kun je ermee laten zakken. Het voordeel daarvan is dat je dus niet met de hand hoeft te hijsen, maar je laat de molen het werk doen. Je kunt het met de hand doen, maar je kunt ook op de wind het luiwerk gebruiken, zoals wij dat noemen. Karel, hier zijn we echt in het hart, hè? Ja, dit is het hart van de molen. Hier zie je dus de grote as draaien, daarop zit het bovenwiel. En hier zit dus de koningspil, dat is letterlijk het hart is van de molen. Want het wiel draait nu aan die kant. Maar je ziet hier de koningspeel. Afhankelijk van de wind kan de hele kap kan draaien. En dan zit dat grote wiel zit bijvoorbeeld aan deze kant. Daarom zit de koningspeel letterlijk in het hart van de molen. En dat is de aandrijfas waar alles in de molen aan gekoppeld zit. Je noemde het koningspeel. De koningspeel is dus de spil waar alles om draait. Dat is de belangrijkste as zeg maar in de molen. En vandaar ook de naam koningspeel. Het bovenwiel zie je hier en hier zie je dus een bonkelaar zitten. Nou, dat is eigenlijk de ontwikkeling geweest in de molen om een haakse overbrenging te kunnen maken. Heel vroeger was het dus niet mogelijk. Jaren ergens in 12, 13, 1400 is dat uitgevonden, de manier waarop dit is zo draait. En dat heeft geleid tot de grote ontwikkeling van industriële monumenten. Rem, hè? Er zit een rem op, hè? Ja, daar zit een rem op. Dat heet in de molen een vang. En dat doen we door middel van die witte blokken, lichthouten blokken die om het wiel zitten.
Dit is een Vlaamse blokkenvang, wilgenhout, los van structuur, heel moeilijk glad te krijgen en blijft dus heel goed remmen. Dat vangen van de molen, dat heeft natuurlijk, is een beetje een riskante aangelegenheid om twee redenen. Hij wordt hier gevangen, de wieken die de kracht brengen zitten een meter of vier naar buiten, dus er komt een enorme wringing op. En als je te lang vangt, dan worden die blokken gloeiend heet, met alle consequenties van dien. Dus dat vangen moet je niet te snel doen, want het is slecht voor de as, maar ook niet te langzaam, want dan gaan die blokken in de fik. Mijn heren, het was geweldig, maar ik zie dat er ook een boek is, Jan. Ja, we hebben gemeend om de geschiedenis van de molens in Goorle en Rioel in een boek te presenteren. En dat is best in samenwerking met een 12-tal schrijvers een gigantische klus geweest. We zijn heel trots, maar ook heel erg gelukkig dat we het boek hebben kunnen presenteren en dat daarmee eeuwen geschiedenis van molens in Goorle en Riel vastgelegd is in een goed gedocumenteerd historieboek. Is het boek ergens te koop? Het boek is te koop. Het boek is in Goorle te koop bij Soeters, de boekhandel. Het boek is te koop bij het grafisch bureau. Het boek is te koop zaterdags op bij de molens voor mensen die er liefhebberijen hebben. Dus ja, we hopen er eigenlijk een brede spreiding mee te kunnen maken om zodoende ook de kosten van het boek te kunnen bekostigen. Geweldig. Heren, ik vind het echt te gek zo'n molen. Ik word misschien wel ooit molenaar, ik weet het nog niet zeker. Ja? Ja. Ik moet u helaas gaan verlaten nu. En onder dankzegging ga ik nu de molen uit, denk ik. Heren, ja, tot ziens. 1, 2, 3. Wij zijn heel zuinig op onze bezoekers. Jij mag hier de trap naar beneden, maar zo niet.